Vanmorgen toen ik in het gebed was, felt the Lord directed my attention to the last of the second chapter of the book of Acts. Voelde ik mij dat de Heer mij leidde naar het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Handelingen. They'd had an amazing experience. Ze hadden daar een hele verbazingwekkende ervaring. Following the outpouring of the Holy Spirit. Door de uitstorting van de Heilige Geest. God added 3,000 people to the church. Heeft God 3,000 zielen toegevoegd aan de gemeente. Last night we had 1,000. Gisteravond hadden we 1,000. What would we do with a conference of 3,000? Wat zouden we doen met een conferentie van 3,000? We'd have to have 2 dancers, brother. Dan zouden we 2 dansers moeten hebben. One at the front, one at the back. 1 voorin en 1 achterin. But whenever God does a new thing, maar wanneer God ooit ook een nieuw ding doet, there will be growth. Dan zal er groei zijn. Because all growth is based on life. Want alle groei heeft te maken met leven. But growth brings problems. Maar groei brengt altijd problemen met zich mee. How do you maintain 3,000 new converts? Hoe onderhoudt u nou 3,000 nieuwe bekeerlingen? There sure was nothing in the synagogue that was going to maintain them. Het ziet eruit dat in de synagoge niets aanwezig was om hen te onderhouden en te bewaren. Let's see how God did it. Laten we eens kijken hoe God het deed. Acts 2:42. Handelingen 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Verse 46. En vers 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. God felt that these people could maintain what he had done. God die dacht dat de mensen konden behouden wat hij had gedaan. And there are 5 things that enable them to maintain it. En er zijn 5 dingen die hen in staat stelden om dat te behouden. First we're told they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Allereerst wordt ons gezegd dat ze volharden in de leringen van de apostelen. They continued to review what they had been told. Ze gingen door met na te zien en zich te herinneren wat er verteld was. None of us learns at all the first time. Niemand van ons leert de allereerste keer. And all of us have a capacity to forget that's greater than our capacity to remember. En we hebben allemaal de capaciteit die groter is om te vergeten dan de capaciteit om te behouden. So review becomes the first law of learning. Dus het herinneren, het weer overzien, dat is de eerste wet van het leren. Remember what God told his people in Isaiah? Herinnert u zich wat Jesaja hoorde van God? That he would teach them line upon line, line upon line. Dat hij regel voor regel zou leren. Precept upon precept, precept upon precept. Veronderstelling op veronderstelling en onderwerp op onderwerp. That's repetition. Dat is repetitie. God says it and he says it again. En God zegt het en hij zegt het opnieuw. And then they say what God said. En dan zeggen zij weer wat God zegt. And they repeat it back and forth. En dan herhalen ze dat constant. Until finally it gets deep in their subconscious. Totdat uiteindelijk het heel diep in hun onderbewustzijn komt te zitten. Now God has said many things to us in this conference. En God heeft in deze conferentie heel wat tegen ons gezegd. I think he has said more than any one of us heard. Ik denk dat hij meer gezegd heeft dan een ieder van ons gehoord heeft. We need to review it. We moeten het bekijken opnieuw. And the best way to review it is to talk it with one another. En de beste manier is om met elkaar erover te praten. Just tell the other person what you got out of it. Vertel de andere persoon wat u er zelf uitgehaald heeft. Then listen to them tell you what they got out of it. En dan luister naar hen wat zij eruit hebben gekregen. Of course we have something for us that they didn't have. Wij hebben uiteraard ook iets wat zij toen de tijd niet hadden. We have the electronic doggy bag. Wij hebben elektronische hondenzakjes. The cassette. De cassette. You can listen to it again and again and again. Je kunt er telkens weer opnieuw naar luisteren. Do it. Doet u het. You'll find you'll hear some things you didn't hear the first time. Je zult merken dat u dingen hoort die u de allereerste keer niet hebt gehoord. We have books. We hebben boeken. Read it. Lezen. Read it again. En lezen opnieuw. Because in the reviewing. Want in de herhaling. There is a renewing. Daar ligt ook een vernieuwing. If it was the hearing of the word that enabled us to find freedom. Indien het nu het horen van het woord was dat ons de vrijheid zou geven. It will be the continued hearing of the word. Dan zou het voortdurende horen van het woord zijn. That keeps us in freedom. Dat ons dan in die vrijheid houdt. Now remember, you're going to go back to your churches.
En let op, u gaat terug naar uw gemeente. I don't think too many of them have dancing. En ik denk niet dat er te veel zijn die daar dansen zullen toestaan. And if you shout, they'll probably ask you to leave. En als u schreeuwt of juicht, dan zullen ze u waarschijnlijk vragen, wilt u alsjeblieft maar vertrekken. So you need some place where you can do this. Dus u heeft een plaats nodig waar u dat wel kunt doen. So the second thing I see that they continued in. Dus het tweede wat ik zie waar ze in voortgingen. Was fellowship. Was de gemeenschap met elkaar. Verse 42 again. Vers 42. They continued steadfastly in fellowship. Ze gingen voort, ze volharden in de gemeenschap. The Greek word is koinonia. En de Griekse woord is koinonia. It really is that which binds Christians to each other. Dat is werkelijk datgene wat christenen samenbindt. Binds us to Christ. Het bindt ons aan Christus. Binds us to God. En dat brengt ons tot God. We need this kind of fellowship. Dit soort gemeenschap hebben we nodig. Hasn't it been beautiful to have fellowship here? Is het niet heerlijk geweest die gemeenschap die we hier hebben gehad? Eating at the table together. Samen aan tafel. Fellowshipping on the grounds. Gemeenschap hier op de having gronden. Having the barbecue together. En de barbecue samen. And it's been Christian fellowship. En het is christelijke gemeenschap We've geweest. We've been talking the things of God. We hebben de dingen van God besproken. And maybe more happened outside this building than inside it. En misschien is er wel meer buiten dit gebouw gebeurd dan dat er binnen is Because gebeurd. Because Christian fellowship makes something happen. Want christelijke gemeenschap doet wat gebeuren. Now we need this when we leave. En dat hebben we ook nodig wanneer we hier weer vandaan gaan. We need it all year long. We hebben het hele jaar door nodig. We can't live here in conference. We kunnen niet in deze conferentie wonen en leven. We shouldn't have to live in a conference. En dat zou ook niet nodig moeten zijn. We can take the doctrine we've learned here. We nemen de dingen die we hier geleerd hebben. And the friendships we've met here. En de vrienden die we hier ontmoet en gemaakt hebben. And keep that fellowship going all year long. En die gemeenschap laten we het hele jaar doorgaan. Find out if there's somebody that lives fairly close to you. Kom erachter of er iemand is die vlak bij u in de buurt woont. Spend time in their home with them. En breng tijd met hen door thuis. Fellowship on the things of God. Heb gemeenschap over de zaken Gods. If there's no one reasonably close to you. Als er niemand enigszins bij u in de buurt woont. Get some names and addresses and write letters back and forth. Kom dan achter een paar adressen en namen en gaat u dan corresponderen. Get phone numbers and call of one another. Telefoonnummers en bel elkaar op. You say, but that'll cost money. U zegt, nou ja, maar dat kost geld. No, it's really an investment, it's not a cost. Het is geen kost, het is echt investeren. Maintaining fellowship. Behoud de gemeenschap. Causes you to grow. En dat veroorzaakt u dan te groeien. And God calls for that. En God roept daar voorop. But the third thing they did. Het derde wat ze deden. Was they continued in the breaking of bread. Ze gingen ook voort met het breken van het brood. Verse 46 says that it was breaking of bread from house to house. Vers 46 zegt ze verbraken het brood huis aan huis. It's good for us to have fellowship. Het is goed dat we gemeenschap hebben with one another. Met elkaar. But it's good for us together to have fellowship with God. Maar het is ook goed om samen gemeenschap met God te hebben. Now I am aware that the Lord's Supper. Ik ben me bewust dat het avondmaal van de Heer is usually considered as a ceremony. Gebruikelijk wordt eigenlijk gezien als een ceremonie. Our church is projected as an ordinance. Onze kerk laat het zien als een ordinantie. And that's right. En dat is no problem with it. Dat is juist. Daar heb ik helemaal geen enkel probleem mee. But that was not the way the early Christians viewed it. Maar zo hebben de eerste christenen het niet gezien. They didn't see it as ceremony, they saw it as celebration. Zij zagen het niet als ceremonie, maar zij zagen het als een viering. And they didn't do it in the temple, they did it in their homes. En zij deden dat niet in de tempel, maar ze deden het bij zichzelf thuis. It was a matter of having some symbol in their hand. Het was de zaak van een bepaald symbool in handen te hebben. It says we're both partakers of Christ. En waar dan gezegd dat we zijn beide hebben we deel aan Christus. And that makes us brothers and sisters. En dat maakt ons broeders en zusters. That's what we're going to be doing in a few moments. En dat zullen we ook in enkele ogenblikken gaan doen. This is going to be just a celebration of God. Dit zal gewoon een viering van God zijn. A fellowshipping with one another. Een gemeenschap hebben met elkaar. And with God. En met God. The fourth thing they did. Het vierde wat ze deden. Was they continued in prayers. Zij volharden ook in het gebed. We spoke of prayer at some length one evening. We hebben op een bepaalde avond wat langduriger over gebed gesproken. Remember that prayer is a channel for worship. Herinnert u zich dat het gebed een kanaal is tot aanbidding? And that the highest level of prayer is adoration of God. En dat de hoogste vorm van gebed is aanbidding tot God. When you get together and you're talking the doctrine. Wanneer u samenkomt en u bespreekt zo de dingen, de leerstof die u gehad heeft. And fellowship with one another. En hebt gemeenschap met elkaar. And maybe even breaking bread together. En misschien dat u samen het brood breekt. Let there also be time for prayer. Laat er dan ook tijd voor gebed zijn. Time for praise. Tijd voor lofprijs. Time just to flow Godward.
tijd om te stromen in de richting van God. It's healthy. Het is heel gezond. It's spiritually healthy. Het is geestelijk gezond. Prayer does not just belong in the church. Gebed behoort niet alleen maar in de kerk. It belongs in the life of the believer. Het behoort toe in het leven van de gelovigen. And anytime two believers get together, en iedere keer als twee gelovigen samenkomen, it's a good time to pray. Is dat een hele goede tijd om te bidden. My daughter just moved to America from Argentina. Mijn dochter is net verhuisd vanuit Argentinië naar Amerika. And just 3 weeks ago, they bought the house. The backyard joins mine. En net 3 weken geleden hebben ze het huis gekocht. Dat ligt eigenlijk achter ons huis en de twee tuinen die raken elkaar aan. My grandchildren lived in my house for 2 months. Mijn kleinkinderen hebben een paar maanden bij ons thuis gewoond. And now they're so pleased to have their own. En nu zijn ze zo blij dat ze hun eigen huis hebben. Whenever they hear grandpa is home. Maar wanneer ze dan horen dat opa thuis is. They want him to come to their house. Dan willen ze dat hij naar hun huis komt. And I go down and have a little fellowship with them. En dan ga ik daarheen en heb ik wat gemeenschap met hen. But I can't just go in and have fellowship with them. Maar ik kan niet zomaar naar heen gaan en zomaar gemeenschap met hen hebben. Because when I say it's time to go. Want wanneer ik zeg het is tijd om weer te gaan. My little 6-year-old granddaughter. Dan mijn 6-jaar oude klein. Says Grandpa, let's pray. Zegt opa, laten we even bidden. And we all join hands. En dan nemen we de handen. And it's prayer time. En is het gebedstijd. Because for all the years of her life. Want al de jaren van haar leven. Whenever they have company in their house. Wanneer er maar gemeenschap of vrienden waren thuis. The last thing they do is pray. Het laatste wat ze deden was altijd bidden. So she doesn't care if I come down 5 times a day. Dus het doet er niet toe voor haar of nu 5 keer per dag kom. We always end up praying. Altijd houden we op met gebed. And I don't want to break that. En ik wil dat niet verbreken. It's a good thing to pray together. Het is een goede zaak om samen te bidden. But in verse 46. Maar in vers 46. And 47. En 47. I understand that when they broke bread together. Begrijp ik dat wanneer ze samen het brood braken. Which of course was the communion. En dat is dan uiteraard de gemeenschapstafel. And fellowship. En de gemeenschap. Their time of prayer. En een tijd van gebed. They did it with gladness. Dit is dat met blijdschap. And with praise. En met lofprijs. And with rejoicing. En met verheuging. It was a happy time. Het was een hele blije tijd. That's what God wants us to do this year. Dat wil ook wat God wil dat ook dat we dat dit jaar doen. To rejoice together every time we get together. Om blij te zijn met elkaar iedere keer als we samenkomen. Paul said, rejoice in the Lord always. Paulus zegt, verheug je ten alle tijden in de Heer. And again I say, rejoice. En nogmaals zeg ik, verheug je. That's what God's calling us to. Daartoe roept God ons op. And what he has taught us in these 2 conferences we've had together. En wat hij ons geleerd heeft in deze 2 conferenties. He wants to have us take to our homes. Hij wil dat we dat ook mee naar huis nemen. Now let's be sure we understand this passage. Laten we even zeker zijn dat we dit gedeelte goed begrijpen. They did not let meeting in their homes become a substitute for meeting at the church. Ze stonden niet toe dat dat thuis samenkomen een substituut werd in de plaats kwam van het samenkomen in de gemeente, de kerk. Verse 46 tells us. Want vers 46 zegt ons. They met daily in the temple and in the homes. Ze kwamen dagelijks ook in de tempel bijeen, zowel als ook thuis. Let's be very certain. Laten we er heel zeker van zijn. That we don't think of De Bron as a substitute for the church. Dat we niet aan De Bron denken als een in de plaats komen van de kerk. It's a supplement to us. Het is eigenlijk een toevoeging, een iets wat er apart nog eens bijgekomen is. God loves his church. God houdt van zijn gemeente. We love it too. En wij houden ook van zijn gemeente. We're going to be faithful in the church God has put us. We zullen getrouw zijn aan de gemeente waarin God ons heeft geplaatst. But I think maybe God has taken you a step further than church has gone. Maar ik denk dat God ons een stap verder neemt dan de kerk. And until they catch up with us. En totdat ze aan ons eigenlijk met ons meegaan. We're going to need to fellowship each other. Zullen we met elkaar de gemeenschap moeten hebben. We need to keep our joy flowing. We moeten onze vreugde stromend laten. We need to review the doctrine with one another. We moeten dat we geleerd hebben weer met elkaar in herinnering brengen. And just rejoice in the Lord in prayer. En gewoon blij zijn met de Heer in het gebed. And in the breaking of the bread. En in het breken van het brood. Everything that Jesus has given to us. Alles wat Jezus ons heeft gegeven. Is to bring us to rejoicing. Is om ons blij te maken. We come to the Lord's table. We komen zo meteen bij de tafel des Heren. And so many times when I'm in churches during the communion vaak, time. Als ik bij een avondmaal in de kerken ben geweest. It's like conducting a funeral. Is het net alsof je bij een begrafenis bent. Now maybe there's a place for that. Er is een plaats voor. But we're not a church. Maar we zijn geen kerk. And we're not doing this as an ordinance. En we doen dit niet als een ordinantie. This is a celebration. Dit is een viering.
And what we're celebrating, en wat we hier nu vieren, is that the body of Christ has been made available to us. Is dat het lichaam van Christus beschikbaar is gekomen voor ons. And in a few moments we're going to partake of the body. En in enkele momenten zullen we daar deel aan hebben aan dat lichaam. And the New Testament says we are the body of Christ. En het Nieuwe Testament zegt dat wij het lichaam van Christus zijn. And we're going to share with one another. En dat we deel zullen hebben aan elkaar. I know that it also speaks of Christ's broken body. Ik weet dat het ook spreekt van Christus' verbroken lichaam. And we all understand that clearly. En we begrijpen dat allemaal heel duidelijk. But it also speaks of the body that's on earth. Maar het spreekt ook van een lichaam dat op aarde is. The church. De gemeente, de kerk. We're just beginning to discover one another. We beginnen juist elkander te ontdekken. Until these conferences. Tot die conferenties. Many of you had never met each other. Hebben velen van u elkander nog nooit ontmoet. You certainly didn't know the other person was ready to praise. En u wist helemaal niet dat die andere al klaar was om ook te lofprijzen. And God dumped us together in one plate. En God heeft ons zo tezamengebracht op dit ene schaal. Mixed us up. Heeft ons een beetje vermengd. And we begin to discover we're alike. En toen begonnen we te ontdekken dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. We love Jesus. We zijn zoals Jezus. We rejoice in the Lord. We verheugen ons in de Here. Because he has made us partakers of himself. Omdat hij ons deelhebbers heeft gemaakt van zichzelf. And then when we come to the cup, en wanneer we dan bij de kop, bij de beker komen, we're going to see that as Christ's life. Dan zullen we dat zien als het leven van Christus. Made available to us. Dat ons beschikbaar is gesteld. The key to our rejoicing is the life of Christ. De sleutel voor onze blijdschap is het leven van Christus. He died that we might live. Hij stierf op dat wij konden leven. And now we are alive. En nu leven wij. Very much alive in Christ Jesus. We leven heel erg zelfs in Jezus. Our life is manifesting itself in rejoicing. Ons leven manifesteert zichzelf in de blijdschap. I was greatly blessed when I came to the conference this year. Ik ben enorm gezegend toen ik dit jaar naar de conferentie kwam. To find that you had maintained what God gave you last year. Om erachter te komen dat u behouden heeft wat God u vorig jaar heeft gegeven. Often that is not true. Heel vaak is dat niet het geval. Often I have to go back and start over again. Heel vaak moet ik terug en weer helemaal opnieuw beginnen. But you've kept it. Maar u heeft het behouden. Proves to me you've been talking it. Dat bewijst mij dat u erover gesproken Listening heeft. To it. Dat u ernaar geluisterd heeft. Dat u het geprakticeerd Let's heeft. Let's do it again another year. En dat u het nog een jaar wil doen. It's up to us to maintain it. Het ligt aan ons om het te behouden. In this case, God brought a few Americans to stir you up. En in dit geval heeft God een paar Amerikanen gebracht om u eventjes aan de gang te krijgen. But he is not going to reach Holland with Americans. Maar hij zal Nederland niet bereiken met Amerikanen. He's going to reach Holland with Dutchmen. Hij zal Nederland bereiken met Nederlanders. That's God's order. Dat is de orde van God. And then he's going to reach Europe with Holland. En dan zal hij Europa gaan bereiken, ook met Nederlanders. So this year, let's continue steadfastly in doctrine. Dus ook dit jaar laten we volharden in de leringen. And in fellowship. En in de gemeenschap. And in the breaking of bread. En in het breken van het brood. And in prayer. En in het gebed. And when we get together, en wanneer we dan samenkomen, let's rejoice in the Lord. Laten we blij zijn in de Heer. Let's phone one another and rejoice in the Lord. Let's phone one another. Laten we elkaar opbellen en de Heer prijzen. Let's write to one another and rejoice in the Lord. Laten we elkaar schrijven en blij zijn in de Heer. And you'll find that next year when we come together. En je zult merken wanneer we volgend jaar weer samenkomen. We'll be higher in God than we are now. Dat we dan verder in de Heer zijn dan dat we nu zijn. And God will lift us to a higher realm. En God zal ons dan nog verder verheffen naar een hoger platform. Amen. Amen. Praise God. Prijs. Come with me to the table, please. Church at Corinth. En voor de gemeente in Korinthe, Paul said that he had given to them what he had received from the Lord. Zegt Paulus dat hij aan hen heeft gegeven wat hij van de Heer heeft ontvangen. Of course you can never give it till you get it. En uiteraard kun je het nooit geven als je het niet eerst ontvangen hebt. But the Lord had revealed to him. Maar de Heer had hem geopenbaard. What the communion table was all about. Wat de gemeenschapstafel waar het allemaal over ging. He said in the night that he was to be betrayed. En hij zei in de nacht dat hij verraden zou worden. Jesus took bread. Jezus nam dan het brood. He said, "This is my body." Hij zei, dit is mijn lichaam. It's broken for het you. Is voor u verbroken. Eat it. Eet het. Why? Waarom? He was wanting us to be a partaker of himself. Hij wilde dat wij deel hadden aan hemzelf. But the same Paul, maar diezelfde Paulus, told us that we are the body of Christ. Vertelde ons ook dat wij het lichaam van Christus zijn.
And I wonder if we don't need to learn to be partakers of one another. En ik vraag me af of we niet moeten leren om ook deelnemers van elkaar te zijn, deelhebbers aan elkaar te zijn. We've been doing that in this conference. We hebben dit al in deze conferentie gedaan. We've been enjoying one another's spirit. We hebben genoten van elkanders geest. Enjoying one another's love. We hebben genoten van elkanders liefde. Fellowshipping with one another. Gemeenschap hebbend met elkaar. Listening to one another's visions. We hebben elkander onze visies verteld. Hearing the word of the Lord come from one another. We hebben het woord van de Heer van elkander gehoord. It's desperately needed. Het is wanhopig noodzakelijk. Because we're not going to make it by ourselves. Want we zullen het op ons eentje niet kunnen klaren. You are not the body of Christ. U bent niet het lichaam van Christus. We are the body of Christ. Wij zijn het lichaam van Christus. And I need you. En ik heb u nodig. And sometimes you need me. En soms heb je ook mij nodig. We all need one another. We hebben allemaal elkander nodig. And we have ourselves sequestered in our churches. En we hebben ons eigenlijk afgesloten in onze gemeente, kerken. Which means that only people in our church can get anything from us. En dat betekent dat alleen maar de mensen in onze eigen kerk iets van ons kunnen ontvangen. But God's pulling us out of our churches. Maar God die trekt ons uit onze gemeente. Not telling us to leave the churches. Hij zegt ons niet om de gemeente te verlaten. Just having festivals like this where we come together. Maar gewoon om festiviteiten te hebben waar we zo samenkomen. Not once has anybody been asked what church you're from. Niemand heeft me ooit gevraagd van welke kerk we komen. It doesn't matter. Het doet er helemaal niet toe. There's only one thing that matters. Er is maar één zaak wat er toe doet. That you have been born again. Dat u wederom geboren bent. Cleansed in the blood of the Lord Jesus Christ. Dat u gereinigd bent in het bloed van Jezus Christus. And you're a child of God. Dat u een kind van God bent. Now where God has you in his sheep pen, I don't know. Waar God u nu vasthoudt in zijn... In zijn schaapskooi, dat weet ik niet. It doesn't really matter. Dat doet er ook helemaal niet zoveel toe. What matters is that you are his sheep. Maar waar het om gaat is dat u een schaap bent. We have a basis of fellowship. En dat we dan een gemeenschap hebben, een basis om gemeenschap te hebben. In just a moment. En in een ogenblik. Our friends are going to serve you. Zullen onze vrienden u gaan dienen. We're going to pass the bread down the rows. Het brood zal dan de rij doorgaan. And I ask you to hold it while your brother or sister takes a piece of bread. En dan vraag ik u of u dan de schaal vasthoudt terwijl uw broeder of uw zuster een stukje brood neemt. And what I want you to be thinking. En wat ik dan wil dat u denkt op dat moment. Is I am sharing my brother's life. Ik deel in het leven van mijn broeder of zuster. And he is taking some of what you are offering of himself. En hij neemt iets van wat je van jezelf dan daar inlegt. Then he passes it to the next person. En dan geeft die persoon het door aan de volgende. And we won't take time to say it out loud. En we zullen geen tijd nemen om het hardop te zeggen. But when you take that bread, wanneer u dat brood neemt, I want you to think I'm taking part of my brother or my sister. Dan wil ik dat u denkt ik heb deel aan of ik neem deel van mijn broeder en zuster. They're part of the body of Christ too. Zij zijn ook onderdeel van het lichaam van Christus. And as I partake of it, en wanneer ik dit dan neem, I'm partaking of Jesus. Dan breng ik het tot Jezus. But I'm also fellowshipping with the rest of the body of Christ on this earth. Maar ik heb ook gemeenschap met de rest van het lichaam van Christus. Amen. Amen. Just as soon as you have passed it to the next person. En dan wanneer u het doorgegeven heeft aan de volgende persoon. Go ahead and eat it. Eet u het dan gerust dan meteen op. And let it be a time of inner fellowship in your own spirit with the Lord Jesus Christ. En laat het een tijd mogen zijn, een moment van innerlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Let me pray with you. Laat ik met u bidden. Dear Father, I thank you for the bread. Lieve Vader, ik dank u voor het brood. It's your body. Het is uw lichaam. I thank you that your body didn't just die on the cross. Ik dank u dat uw lichaam niet zomaar stierf van het kruis. But it was multiplied in the church. Maar dat het in de gemeente vermenigvuldigd is. And that you've let us become part of your body. En dat u ons hebt toegestaan een deel te hebben aan uw lichaam, deel te worden van uw lichaam. And I thank you brought that body together this week. En ik dank u dat u dat lichaam samengebonden hebt deze week. And we have been partakers together with one another. En dat we deelnemers zijn geworden van elkander. Now, Lord, in symbol. Nou, Heer, in eenvoud. We're going to have a breaking of the bread. En in symbolische vorm, dan zullen we het breken van het brood hebben. That's what the early Christians did. Dat deden ook de eerste christenen. And they found strength in it. En zij vonden er kracht in. For it made a basis of fellowship for them. Want het was voor hen een fundament van gemeenschap. And we want that same basis of fellowship here today. En we willen ook diezelfde basis voor gemeenschap hier hebben vandaag. But please, Lord, don't let it stop here today. Maar Heer, laat het hier alsjeblieft vandaag niet ophouden. Help us to keep fellowship throughout the year. Help ons om door het hele jaar heen gemeenschap met elkaar te zoeken. Fellowship with you. Gemeenschap met u. Fellowship with one another. Gemeenschap met elkaar. Because we are in symbol going to eat of one another. Omdat we symbolisch van elkander zullen eten. Thank you for this life. Dank u voor dit leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.
surundele. You may be seated. Is there anyone who has not been served? Is er iemand in de zaal die nog niet heeft ontvangen? Thank you. Served. After they had broken the bread, nadat zij het brood gebroken hadden, Jesus took the cup. Nam Jezus de beker. And he himself supped. En hij dronk ervan. Then he gave it to the disciples. Toen gaf hij het aan de discipelen. He said, I want every one of you to drink of this cup. Hij zei, ik wil dat een ieder van jullie uit deze beker drinkt. Now this cup can mean oh so many things. Deze beker kan zo vele dingen betekenen. But this morning, let's think of it as being life. Maar vanmorgen laten we eraan denken dat het het leven betekent. The Old Testament said the life of the flesh is in the blood. Het Oude Testament zegt dat het leven in het bloed zit. And it is the blood of Jesus Christ, God's Son, that hath cleansed us from all sin. En het is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, die ons reinigt van alle zonden. It was not merely a cleansing. Het was niet zomaar een reiniging. It was like a blood transfusion. Het was alsof er een bloedtransfusie was. His life became our life. Zijn leven werd ons leven. He lives within us. Hij woont in ons. That's why praise has been so easy this week. Daarom is deze week de lofprijs zo makkelijk geweest. We haven't had to work it up. We hoeven daar niet aan te werken. His life within us just shouted out. Zijn leven in ons heeft het gewoon uitgeroepen. We're releasing his life. Wij zetten zijn leven in de ruimte. But we received his life at the cross. Maar we hebben zijn leven ontvangen aan het kruis. I believe when we gather together to break bread. Ik geloof dat wanneer we samenkomen om brood te breken. And to drink together of the cup. En wanneer we samen drinken van de beker. That we should be aware that this is renewed life. Dat we ons bewust ervan moeten zijn dat dat vernieuwd leven is. You know, if life is not renewed regularly. Wanneer het leven niet regelmatig vernieuwd wordt. They bury us. Dan begraven ze ons. We wear life out. We wear life out. Wij versleten. I cannot function today in the life I had yesterday. Ik kan vandaag niet werken in het leven wat ik gisteren had. I need something fresh today. Ik heb iets fris nodig vandaag. And we receive it from the Lord Jesus Christ. En dat ontvangen van de Heer Jezus Christus. And this is a beautiful symbol of his life. En dit is een prachtig symbool van zijn leven. And as you sip from the cup. En wanneer u dan drinkt uit de beker. I want you to be aware that God's given you a fresh touch of his life. Dan wil ik dat u zich er bewust van bent dat God een nieuwe frisse kracht geeft van zijn leven. So that as you go back to your homes, dus wanneer u teruggaat naar uw huis. And in your own churches tomorrow, en morgen naar uw eigen gemeente of kerk. There'll be such an abundance of divine life, dat er zo een overstroming, overvloed zal zijn van goddelijk leven. That it can just flow to others. Dat het naar anderen uit kan stromen. The Lord's never been short on life. De Heer heeft nooit tekort aan leven. And he says, I give my life. Hij zegt, ik geef mijn leven. So we will be partaking together. Dus we nemen er samen aan deel. Of his life. Van zijn leven. Brother, come please. You. Yeah. I'd like to have this dear dad to pray. Just. Ik wil graag dat deze fijne broeder wil bidden. Appreciate this dear warrior of faith. Ik waardeer deze oude geloofstrijder. Who has been standing for the life of God all over the world for years. Die jarenlang de hele wereld voor God gestaan heeft. Vader, wij willen deze wonderbare beker zegenen in uw wonderbare naam. Dank u wel, Heer, voor het grote voorrecht dat we samen dezelfde beker mogen drinken. Dat we niet hoeven te komen met elk een eigen beker, maar dat we uit uw beker mogen drinken. Dank u wel, Heer, dat deze bloedstorting voor ons is geweest, omdat er een eind gekomen is aan de schuld van ons leven. Dank u wel, Heer, dat onze zonden zijn weggewassen door dit kostbare, dierbare bloed. Heer, wat zouden wij zijn en waar zouden wij zijn? Wat zouden wij vandaag beleefd hebben? Wat is er van ons terechtgekomen als we deze kennismaking met deze beker van Golgotha niet hebben beleefd? Daarom zegen ik deze beker in de naam van de grote man van smarten die de koning van het leven geworden is. En wij zegenen dat en in elkaar zegenen we de Heer. Halleluja. Halleluja. God bless you. Brother Franz, will you explain how we're going to do this? Even een kleine uitleg hoe het allemaal gaat gebeuren.
We willen het niet zo doen als met het brood door de rijen heen. Maar we willen graag dat u een beweging maakt hiervoor en derhalve naar voren gaat komen. Nu ga ik het zo van u vragen te doen dat dit gangpad het enige gangpad is waardoor u naar voren kunt komen. Aan die kant gaat u terug en aan die kant gaat u terug naar die plaats. Dus ik ga rij voor rij vragen hier te komen. In die rij gaat die kant op en deze rij gaat deze kant op. Ik wil graag dat de broeders van ons de wijn aannemen. Gerard, nadat je hem gegeven hebt, misschien wil je dan daar gaan staan. Ja? Ja. Zou jij degene in de rolstoel eerst willen bedienen en dan daar gaan staan? Bob? Wil jij deze kappa daar gaan staan? Peter, wil jij hier voor blijven staan? Ik wil de voorste rij vragen om langs Peter te gaan. Eerst de voorste rij. En dan wil ik... de eerste rij hier vast opstaan om hier de wijn te nemen en dan gaat de volgende rij hierheen en dan de volgende rij naar hun plaats van deze sectie. Na de voorste rij gaan we de volgende rij van deze kant uit, stap voor stap, langs de wijn. U kunt even doorlopen en de volgende nemen. Gerda, wil je daarbij blijven staan om dat even te regelen? Sophie, kun je even hier komen?